Goedendag. We hebben te maken met een wisselvallig weerbeeld en dus is het niet onlogisch dat we heel veel van dit soort foto's ingestuurd kregen. Grijze luchten en vannacht viel er regionaal in het zuiden ook weer flink wat regenwater, waardoor de plassen mij achter mij weer aardig werden aangevuld. Toch zorgt dat natte en vochtige weer ook voor goede omstandigheden voor paddenstoelen om weer snel uit de grond omhoog te poppen. En dat zorgt toch ook weer voor wat kleur in de natuur tijdens dit grijze weer. Die grijzigheid en dat natte weer hebben we te danken aan een lage drukgebied wat zich al dagen, misschien zelfs wel weken, ten westen van ons land bevindt en zorgt voor de continue aanvoer van buien en regenzones die ons land aandoen. De wind trekt daarbij ook af en toe flink aan en daarmee is het dus echt wel onstuimig. Die buien en regenzones die zorgen ook voor hoge neerslagsommen. Dit weermodel laat de neerslagsom zien van vrijdagochtend tot en met zondagochtend. En dan zien we vooral over de noordwestelijke helft van ons land de neerslagsommen weer aardig oplopen. 20, 30, misschien zelfs lokaal 40 mm regenwater. In het zuidoosten van het land lijkt het ietsje droger te zijn, maar ook daar trekken regelmatig buien over. Dus vrijwel overal kunnen we een nat weerbeeld verwachten komend weekend. Hoe ziet dat er dan in de weersymbolen uit? De meeste regendruppels dus inderdaad voor de noordwestelijke helft van het land. In het oosten en zuidoosten mogelijk nog een waterig zonnetje, maar heel veel zonuren hoeven we niet te verwachten. En de temperatuurverdeling is vrij vlak met een graad of 14. De zuidwestenwind die is ook stevig aan het doorwaaien. En daar hebben we ook op zondag mee te maken, waarmee dan zelfs nog wat zachtere lucht wordt aangevoerd. In het zuidoosten kan het dan mogelijk zelfs een graad of 16 worden. Maar het weerbeeld is daarbij allesbehalve aangenaam, met regelmatig buien die over ons land trekken van zuidwest naar noordoost. Dus die paraplu die zul je zeker nodig hebben. Ook in de nieuwe week houdt dat wisselvallige weer stand met dat lage drukgebied wat zich boven het Verenigd Koninkrijk bevindt. Op maandag en dinsdag mogelijk wel ietsje meer zon, maar heel veel zon hoeven we niet te verwachten. En ook richting het einde van de week houdt die wisselvalligheid stand met dan een graad of 12 à 13. Nou, en die neerslagsommen die gaan dus ook aardig oplopen. Niet onlogisch met die wisselvalligheid. Eind oktober valt er nog zo'n 40 mm bij gemiddeld in heel het land gezien. En begin november, de eerste twee weken van november, dan loopt het al op richting 70 mm. Dus voorlopig houdt dat wisselvallige weer nog een hele tijd stand.